het meest romantische dat iemand voor je gedaan hebt, of wat ik voor iemand heb gedaan? Ja. Wat heb ik voor romantische dingen gedaan? Wow, dat is een goede vraag. Romantisch. Ik zelf heb niet echt iets romantisch gedaan. Ik ben echt totaal niet romantisch. Ja, ik ben niet zo romantisch. Ik ben niet heel erg van die speciale romantische momentjes of zo. Van een tafeltje ergens met kaarsen, dat soort dingen doe ik eigenlijk niet. Misschien moet ik dat wel een beetje meer doen, maar dat doe ik niet. Nee. Nou, ik ben niet zo, zelf niet zo heel romantisch. Ik ben zelf niet zo romantisch ingesteld. Want liefde van een man, ook die van mij, gaat door de maag. Het meest romantische is dat ik met mijn man op een gegeven moment waren we 10 jaar bij elkaar. En toen heeft hij voor elke dag van die 10 jaar een witte roos voor me gekocht. Dus toen kwam ik thuis en toen had hij samen met een vriend had hij al die rozen in emmers en vazen gezet. En die vriend die zat helemaal onder de pleister. die had zoveel schrammen en verwondingen opgelopen dat de hele EHBO-doos leeg was. En op een gegeven moment, op de middelbare school, ik was zelf toen 15, kwam een vriend van mij naartoe en zei van, hey Max, je moet even meekomen. En ik loop met hem mee en we eindigden bij het dak van een school. Hij deed de deur open, hier, loop er maar op. En hij duwde me naar buiten. Dat meisje zat daar met de gitaar. En ze zong een liedje voor me, dat ze voor mij had geschreven. En ik, onverwacht, zat ernaar te luisteren. En achteraf vroeg ze of ik een vriendje wou zijn. En daarna heb ik op het dak van mijn school ook meer seizoen gehad. Iemand heeft ook bijvoorbeeld een keer, heel stom, toen ik het heel druk was, een heel lekker broodje voor me gemaakt. Met saté. Ik ben opgegeven voor first dates. Door mijn broertje. Dat is op zich een romantisch dingetje. Want je weet niet wat je tegenkomt natuurlijk. En het was gezellig. Maar om nou te zeggen dat mijn broertje iets romantisch voor me gedaan heeft, is ook nog een beetje fout. Dus het hoeft niet per se in een dateconstructie te zijn dat je romantisch bent. Ik heb nog in mijn nieuwe leven, ik ben opnieuw geboren na mijn oude ongeluk, heb ik niet een gezonde relatie gehad. Überhaupt geen relatie, behalve goede relaties met vrienden en met mezelf, maar geen romantische relatie. En voor mijn ongeluk had ik helemaal geen gezonde relatie met mezelf. Dus kon ik ook geen gezonde relaties toestaan met een ander. Dus ik heb eigenlijk nooit echt iets heel erg romantisch. Ik probeer altijd heel lief te zijn en ik kom altijd wel met cadeautjes en ik weet dat zij toen de tijd echt zwaar ongesteld was. En toen dacht ik van, nou, weet je, Ruben, kom op, we gaan even een care package maken. Ik had een zootje bloemen gekocht, chocola gekocht, pindarotjes. Je kon het zo gek niet bedenken. Toen kwam uiteindelijk kwam ik op zo'n mand uit. Alsjeblieft. Toen ik op mijn werk werd aangenomen, kreeg ik een bos bloemen. En die heb ik inderdaad doorgeschoven. Vond ze niet leuk, denk ik. Maar het was niet best. Ik heb ooit een keer met Valentijnsdag heb ik een grote hart van vaccinelichtjes gemaakt. Daar het cadeautje in het midden gezet en wachtte tot ze thuis kwam. Ik zou het heel romantisch vinden als iemand op een zondagochtend met regen op de ruiten in zijn joggingspak naar buiten rent, naar een koffietentje op de hoek en dan een cappuccino voor me haalt. En dan bij me in bed komt liggen. Ik ben een keer voor iemand anders naar de andere kant van de wereld gevlogen. En ik heb daar dus oud en nieuw gevierd. Aan het strand, met palmbomen. Waar? Bali. Nee. Ja. Wat leuk. Ja. Maar, ook als verrassing. Het was een soort van verrassing. Alleen daarna kwam ik erachter dat hij was vreemd gegaan. Maar ik was heel romantisch. Dat is romantisch, hè? Rozenblaadjes. 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 Een hartje had neergelegd in het midden stond een glas champagne. De romantiek is niet alleen maar een fles champagne en een bos bloemen. Ik heb een Sparta-kaartje aan iemand een keer gegeven. En een broodje kroket en een biertje erbij. Is dat dan romantisch? Nou ja, de simpele smaak des levens, toch? Dat vind ik ook wel romantisch. Weet je wat me echt romantisch lijkt? Als iemand het planetarium afhuurt of zo. En dan met me gaat picknicken onder de sterren in het planetarium. Of meeneemt naar een iets. Wat ik nog niet weet. Want het romantische is dat hij dan weet wat ik geweldig zou vinden. Dat is het romantische. Dat iemand dusdanig zo
bezig is met jou en jou dusdanig wil kennen en dus heeft leren kennen, dat hij precies weet waar hij je mee naartoe moet nemen. Dat is het. Mijn ex, die had een pot, een glazen pot, met allemaal herinneringen van onze relatie erin gestopt, in van die kokertjes. En die heeft zij zelf kapot gegooid.